Dit is het nieuws van de week. Een journaal van de NOS in makkelijke taal. En ik ben Iris de Graaf. In dit journaal gaat het over drukte door vakantiegangers in Nederland. We vertellen over de Olympische Spelen die op dit moment bezig zijn in Frankrijk. En we leggen uit waarom honderden van deze brievenbussen verdwijnen. Het is zomervakantie. Voor veel mensen is dat dé tijd om uitstapjes te maken. Maar als veel mensen tegelijk naar dezelfde plek gaan, kan het daar erg druk worden. En dat kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Dit zijn beelden uit Giethoorn. Toeristen vinden het leuk om hier met bootjes te varen of te kijken naar de huizen in het dorp. Op sommige dagen in de zomer komen er zoveel toeristen dat er files zijn op het water. Giethoorn ligt hier. Het is een beroemde plek omdat er veel sloten en bruggen zijn. Elk jaar komen er toeristen naar het dorp. Vorig jaar zelfs zo'n 1,5 miljoen mensen. Sommigen uit Nederland, maar ook heel veel uit het buitenland. Veel inwoners verdienen geld aan de toeristen. Ze hebben bijvoorbeeld een restaurant. Of ze verhuren fietsen of bootjes. Zoals deze man. Het is nu in een lange periode een keer lekker mooi weer. Dus ja, mensen nemen het er wel van dan om even het water op te gaan en te genieten van het prachtige dorp. En de ervaring op te kunnen doen op een bootje. Op sommige dagen zijn er wel 30.000 bezoekers in Giethoorn. En dat zorgt niet alleen voor drukte op het water, maar ook op de wegen en ook op de fietspaden in het dorp. Een groep bewoners is nu bang dat hierdoor ongelukken gaan gebeuren. Want toeristen kennen soms de regels niet of zijn het niet gewend om te fietsen. Waar we ons zorgen voor maken is dat wanneer de drukte nog verder toeneemt, dat we toch veel meer problemen gaan krijgen met verkeer wat in de toekomst, kruisingen met fietsers, mensen die onervaren zijn en daardoor meer kans op ongeluk is. Verkeer eigenlijk, daar maakt u zich zorgen om? Eigenlijk is verkeer en parkeren is eigenlijk het grootste deel waar we ons zorgen voor maken. Ook zijn de bewoners bang dat hulpdiensten, zoals de brandweer of ambulance, door al die drukte niet op tijd bij een ongeluk kunnen zijn. Ze willen daarom dat er iets verandert. Er moeten meer verkeersregelaars komen die zorgen dat er geen ongelukken gebeuren. De gemeente zegt dat ze dit goed in de gaten gaan houden. En de bootverhuurder, die blijft genieten van de toeristen in zijn dorp. U maakt zich niet druk, hè? Ik? Nee. Waarom zou je? Ja. Er is veel te mooi weer voor. In Frankrijk zijn de Olympische Spelen bezig. Dat is een enorm sportevenement waar ook Nederlandse sporters aan meedoen. Op de Olympische Spelen komen de beste sporters van de wereld bij elkaar voor allerlei wedstrijden. In totaal zijn er 32 sporten, zoals zwemmen, judo, roeien, maar ook minder bekende sporten, zoals handboogschieten. De Olympische Spelen worden 1 keer in de 4 jaar gehouden, elke keer op een andere plek. Dit keer zijn ze dus in Frankrijk. En de meeste wedstrijden worden gehouden in de hoofdstad Parijs. En dat is goed nieuws voor de Nederlandse fans die de wedstrijden willen zien. Parijs is dichtbij en dus makkelijk te bereiken met de trein of de auto. Zo'n 100.000 Nederlanders gaan er naartoe voor de Spelen. Aan de rand van Parijs staat een hotel, speciaal voor de Nederlandse bezoekers. Er zijn Nederlandse fietsen om naar de stadions te rijden. En ook krijgen de gasten een tas met spullen. Dit is de tas die ze krijgen. Er zitten allerlei artikelen in. Een drankje, een zakje erop. Mooie sokken met ons logo erop. En misschien wel een van de belangrijkste dingen. Een bon voor 6 bitterballen. We hebben 8000 bitterballen uit Nederland laten komen. Dus dat moet gezellig worden. Andere sportfans staan op een camping net buiten de stad. Fantastisch. Allemaal Nederlanders. Iedereen heeft contact met elkaar. Ja, en camping is gewoon lekker, hè? In de buurt, lekker makkelijk, niet al te duur. Ideaal. Ook koning Willem-Alexander is in Parijs. Niet op de camping, maar wel op de tribunes om sporters aan te moedigen.
Veel mensen genieten dus van de Spelen. Maar voor de inwoners van Parijs zitten er ook nadelen aan het evenement. Ze hadden jarenlang last van de voorbereidingen. Dat vertelt journalist Frank Renaud, die voor de NOS in Frankrijk werkt. 3 jaar lang zijn ze hier in Parijs bezig geweest met de voorbereidingen van de Olympische Spelen. Want er moest heel veel gebouwd worden. Er moesten nieuwe stadions komen, nieuwe sporthallen moesten er komen. En er is zelfs een speciaal dorp gebouwd, een Olympisch dorp, waar de sporters van de Olympische Spelen wekenlang kunnen eten en slapen. Om te zorgen dat alles ook veilig verloopt voor de sporters en voor de bezoekers, zijn er heel veel maatregelen genomen. Er is heel veel politie op straat te zien, er lopen ook heel veel militairen en veel straten zijn afgesloten. Sommige delen van Parijs mag je ook helemaal niet meer in. Le problème, on va dire, c'est que par exemple nous on doit aller travailler là, on a beaucoup d'accès qui sont bloqués même avec un pass. Depuis quelques jours, c'est un petit peu difficile mais ça se comprend quand même. C'est très important, il faut pas qu'il y ait un problème quelconque de sécurité, donc on accepte. Maar het evenement is ook goed voor de stad, zegt de organisatie. Want al die bezoekers die naar Parijs komen, geven geld uit. En op televisie kan iedereen zien hoe mooi Parijs is. Stuurt u nog wel eens een kaartje of een brief? Steeds minder mensen doen dat. En daarom worden de komende tijd honderden van dit soort brievenbussen weggehaald. In Friesland, Groningen en Noord-Holland worden binnenkort de eerste 300 brievenbussen weggehaald. De bussen die weggaan krijgen een sticker, zodat de mensen die hem nu nog gebruiken weten dat dat straks niet meer kan. De directeur van postbedrijf PostNL legt uit waarom ze worden weggehaald. 20 jaar geleden kregen wij 4 brieven per dag. Tegenwoordig zijn het er nog maar 4 per week. Vandaar dat we een aantal brievenbussen die weinig gebruikt worden, moeten weghalen. Mensen op straat denken er verschillend over. Gebruikt u hem nog wel eens? Nee, dat is een beetje 1995, denk ik dan eigenlijk. Hè? Nee, dat is allemaal elektronisch tegenwoordig. Wat moeten wij zonder brievenbus? Wij wonen 2 kilometer vanaf Leeuwarden. Het hoort erbij. Het is onderdeel van ons leven hier in de wijk. PostNL mag niet zomaar alle brievenbussen in Nederland weghalen. In de wet staat namelijk dat er altijd eentje in de buurt moet zijn. Maar hoe dichtbij dat moet zijn, verschilt per plek. En terwijl brievenbussen worden weggehaald, komen dit soort kasten er juist bij. Daar kunnen mensen dag en nacht een pakketje ophalen of afgeven. En er kan ook een brief in. Deze pakketkasten zijn hard nodig, vertelt dezelfde directeur die we net al even lieten zien. We hebben ook heel veel pakketpunten, maar we zien ook dat mensen 24/7 toch wel hun pakketje willen afhalen. Als ze bijvoorbeeld zelf niet thuis zijn en vinden dit een mooie optie. Ed werkt al jaren als postbode. Vroeger bezorgde hij vooral kaarten en brieven, nu vooral pakketten. En de vraag aan jou, wanneer heb jij voor het laatste brief verstuurd? Ik heb het denk ik de laatste keer een brief verstuurd. Ik denk 5, 6 jaar geleden. Maar ik moet zeggen, je kan ze nog steeds. Oh, kijk. Hier kun je de brieven nog steeds ingooien als het moet. Op dit moment zijn er nog ongeveer 11.000 brievenbussen in heel Nederland. En daarvan worden er de komende tijd 1100 weggehaald. Voor Ed maakt het geen verschil. Hij blijft zijn werk leuk vinden. Verandert het vak ook? Nee, het blijft ook even leuk. Of het nou pakketten of brieven zijn? Ja, maakt niet uit. Zolang je plezier in je werk hebt, dat is het belangrijkste. In dit journaal ging het over de drukte in Giethoorn door toeristen. We vertelden dat 100.000 Nederlanders naar Parijs gaan voor de Olympische Spelen. En dat honderden brievenbussen verdwijnen omdat mensen minder vaak een kaart of brief schrijven. Dat was het voor nu. Volgende week is er weer een journaal van de NOS in makkelijke taal. Tot dan, dag!